Hi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een limited editie van Catrice uittesten, namelijk de Secret Garden collectie. Deze collectie ligt op dit moment in de winkel en ik vond het zelf een prachtige collectie om te zien. En ik ga in deze video deze collectie met jullie uittesten en ik zal uiteraard ook wat meer informatie geven over de collectie. Dus mocht je benieuwd zijn of deze collectie de moeite waard is om nog voor naar de winkel te gaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb even het persbericht erbij gepakt en wat zegt Catrice zelf nou over deze collectie? Je zou in een mysterieuze, betoverende wereld stappen en de diversiteit van elegante bloesems ontdekken. De producten die bevatten levendige kleuren en luxe geuren. En ze hebben delicate bloementinten, maar ook verzorgende texturen. En dit zou de sleutel zijn tot de natuurlijke stijlen die het lenteseizoen in leven brengen. Er zitten vooral lip- en gezichtsproducten in deze collectie. En ja, ze hebben dus allemaal een heel mooi bloemendesign, wat het ook gewoon echt een eyecatcher maakt. Naast de producten die ik zal laten zien, was er ook nog een hele mooie kwast te koop. Ik heb hem zelf niet gekocht. Ik vond het design er wel heel mooi uitzien, maar ik heb zelf gewoon fijne kwasten. De trendkleuren van dit jaar zouden digitaal lavendel zijn. Ik zal even de prijzen van de producten in beeld neerzetten wat ze gekost hebben. Dan begin ik even met het Face & Cheek paletten en dat is deze. En hij ziet er dus prachtig uit, ook omdat hij dus hele mooie bloemen op de voorkant heeft. Dit paletten heeft de naam C01 Garden of Dreams gekregen. En in dit paletten zitten twee highlighters, een bronzer en een blush, die een stralende rozige tint zouden creëren. Het paletten is geïnspireerd op de tinten van de lente. En de producten die erin zitten zijn dus romig en zouden dus makkelijk opbouwbaar zijn. En ook makkelijk aan te brengen met de vinger of de kwast. Dus dat is eigenlijk wat ze over dit product zelf zeggen. Dit is hem. Je ziet inderdaad dat ze best wel romig zijn. Er zit een spiegel aan de binnenkant. Je krijgt dus, dit zijn de highlighters, de blush en de bronzer. Ik zal eventjes de producten ook swatchen. Dat is wel lekker nu met dit weer, jongens, want ja, het is heel erg warm. Dus het smelt ook wel lekker weg, denk ik. Dit is de pigmentatie van het paletten. Ik ben er zelf in ieder geval wel heel erg benieuwd naar hoe het op het gezicht eruit zal zien. Dus ik ga het wel met een kwastje doen, met je vinger. Het smelt weg waar je bij zit op dit moment. Dan hebben ze drie lipolies en dat zijn deze. Dit zijn de drie kleuren. Ze hebben de namen, ik zal ze even op volgorde doen. C01 Lips Don't Lie, dat is een beetje het donkerdere kleurtje. Dan hebben we C02 True Bloom gekregen met een roze kleurtje. En dan heb je C03 Secret Kiss, dat is een oranje tint. Catrice zegt zelf over deze lipolie dat ze levendige, juicy lippen zouden creëren. Ze bevatten verzorgende ingrediënten en ze verrijken de lichte olietextuur. En ze zouden dus een glossy finish geven. Ook zouden ze een subtiele tint achterlaten. Dus dat is natuurlijk altijd wel heel erg leuk. Ik zal de lipolies ook even swatchen uiteraard. Ik zal het even op kleur doen van verschijning. Of naam, zeg maar, van 1 tot en met 3. Dat is meestal wel het handigst om te laten zien. En de laatste kleur eventjes. Die is vrij licht. En dan zijn dit de swatches van de lipolie. Dus ja, het ziet er wel veelbelovend uit, vind ik op zich. Dan hebben ze drie matte lipsticks. Die vind ik ook prachtig. Alleen al door de verpakking. Want kijk, die zien er zo uit. Ook weer met mooie bloemen. Het is een beetje lastig om ze met z'n drieën naast elkaar te leggen. Maar de verpakkingen zijn verder hetzelfde. Deze zijn er in de kleuren C01 Hide and Kiss. Ik zal hem eventjes omhoog draaien.
Die ziet er zo uit. Ik zal ze ook even swatchen. Dat is die. Dan hebben we de kleur C02 Kiss and Tell. Die ziet er zo uit. Het is een beetje een roze kleurtje ook. Zo. De laatste kleur die we dan hebben, dat is de C03 Little Secrets. En die ziet er zo uit. Ook prachtig. Ze hebben ook een hele fijne, aangename geur, moet ik zeggen. Ik heb de producten eventjes geswatcht hier. Op volgorde van de kleuren. Dus die zien er zo uit. De swatches zien er goed uit als je het mij vraagt. De lipsticks die zouden geïnspireerd zijn door Botanische Beauties. Ze zouden een kleurintensieve kleurintensiviteit creëren. En ze hebben dus een ultramatte finish. De kleuren zouden ook nog eens hoog gepigmenteerd zijn en langhoudend zijn. Dus ja, dat is wel heel fijn. Het laatste product wat ik dan heb, dat is het gezichtsserum. Die ziet er zo uit, ook prachtig, want die heeft een hele mooie bloem aan de binnenkant. Ik hoef deze niet te swatchen, want deze gaat gewoon transparant zijn. Deze heeft de naam C01 Secret Gateway gekregen en die ziet er dan zo uit. Catrice zegt zelf over dit serum dat het de sleutel is voor een glowy en een gezonde huid. Het is een rijk, snel absorberende textuur die zou verzorgen en de huid zou hydrateren. Er zit hyaluronzuur en glycerine in en dat zou een extra verzorgingsboost geven. Het serum zou verzachtend zijn, dat met bloemblaadjes dat de zintuigen verwendt met zijn frisse bloemgeur. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus ja, dat zijn eigenlijk de producten. Die ga ik dus nu met jullie uittesten. Dus ik ga even een haarbandje pakken en dan gaan we de producten gewoon eens eventjes proberen. Zo, ik heb mijn haren even vastgemaakt, want het is behoorlijk warm, dus dat is iets beter. Nou ga ik eventjes beginnen met de lipolie, dan kan die even intrekken, want die wil ik toch wel heel graag proberen. Ik ga de True Bloom kleur proberen. Het is dit roze kleurtje. En allereerst wil ik even kijken naar het... Oeh, hele lekkere geur heeft hij. Kijk, hij heeft een heel basic pipetje of een heel basic applicatortje. Maar de geur is echt fantastisch. Ik zal jullie iets inzoomen, zodat we ook kunnen zien of dat hij wat afgeeft. Ik breng hem gewoon een beetje aan op mijn lippen. Nu laat ik gewoon even intrekken. Voelt heel lekker aan. Je hebt ook een, ja, net of je het een beetje proeft, maar dat zal aan mij liggen. Maar het voelt wel heel lekker aan, moet ik zeggen, op de lip. Ik vind ook dat hij heel mooi glanst. Dus die laat ik gewoon eventjes lekker intrekken. En dan gaan we door naar het serum. Tijd om het serum even aan te brengen. Ik ben zelf erg benieuwd. Ik breng gewoon een beetje aan op mijn hand. Het werkt met een pipetje, dus dat is ideaal. Dus ik druppel gewoon een beetje van het serum op mijn hand. Hij ruikt echt super lekker, moet ik zeggen. Hij ruikt echt heel aangenaam. En ik ga hem gewoon een beetje aanbrengen. Ik weet niet of ik gelijk naar één keer kan zeggen of ik heel duidelijk een mening kan vormen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb best wel rode plekken onder mijn ogen. En ik merk wel dat hij heel lekker gehydrateerd worden en dat het geen pijn doet als ik het aanbreng. En eigenlijk de meeste producten die ik nu daar aanbreng, die doen wel heel veel pijn. En dat doet het serum niet, dus dat is wel heel fijn. Hij ruikt ook echt super lekker. De geur is echt heel aangenaam. Ik ga eventjes de rest van mijn basis erop doen en dan gaan we de andere producten even uitproberen. Maar het serum voelt in ieder geval wel heel lekker aan op mijn gezicht. Zo, de basis zit er nu helemaal op. Dan ga ik nu de contouren doen. Ik heb even kwastjes meegenomen, dus laten we gewoon gaan beginnen. Ik begin natuurlijk met de bronzer. Als je me naar beneden ziet kijken, ik kijk dus in het spiegeltje. Om te zien of dat het goed gaat. Ik heb een wat grotere kwast, dus ik ga hier gewoon wat van aanbrengen. Oh, ik heb echt maar heel iets aangebracht en ik zie het meteen op gang komen. Dus het is een goede pigmentatie. Ik breng het eerst even gewoon aan voordat ik ga blenden. Ik doe het een beetje op de manier zoals ik het altijd doe.
Ik doe het ook altijd een beetje op de voorhoofd en op de onderkant van mijn kin. Maar dat ziet er nu natuurlijk heel raar uit, omdat het een creamy product is. En ik vind altijd wel, daar moet je wel mee kunnen werken. Dat maakt het altijd wel een beetje, soms kan het een beetje lastig maken. Doe ik het ook hier zo een beetje, om een beetje diepte te creëren. En dan begin ik hem hier ook al gelijk in te blenden. Zodat de harde lijnen weg zijn. Ja, beginnen we even met het voorhoofd. Ik moet wel zeggen, het blendt wel makkelijk in. Kijk, want je ziet nou niks meer van die strepen. En dat is natuurlijk wel heel top. Nou, de wangen. Ik heb wel het idee dat hij een beetje wegvalt met blenden, maar op zich gaat het wel. Nee, je ziet hem nog wel, alleen je hebt de harde lijn er nu uitgehaald en dat is wel fijn. Dus dat vind ik wat dat betreft er wel geslaagd uitzien. Het moet je ding zijn. Dan gaan we gelijk door met de blush. Oeh, die is heel intens. Ik denk dat ik te veel heb gedaan. Dus ik ga hem een beetje stippelend aanbrengen. Oeh, kijk, veel te veel. Daar doe ik dus maar één beetje van. En dan ga ik het met de andere kant van de kwast een beetje blenden. Maar ik vrees dat ik even een schoon kwastje moet pakken. Want dit is wel heel intens. Ik kan het ook even met mijn vingers doen. Ik denk dat ik dat eventjes ga doen. Deze is wel heel intens zo. Ik vind het net gek zat, zeg maar. Ja. Voor mijn gevoel, in de spiegel lijkt het beter. Op de camera lijkt hij nog heel vlekkerig. Maar in de spiegel zie ik wel echt dat hij beter geblend is nu. Ja, het kan er best wel mee door. Ik hou er wel van als het iets intens blijft, maar zo rood als dat hij was, of roze, dat vond ik wel heel intens. Ik ga kiezen voor de lichte kleur highlighter. Dus dat is die. Doe ik ook weer met een kwastje. Oeh, heel nice. Die zie je gewoon gelijk en daar hou ik wel van. Dat vind ik altijd wel heel mooi als je dat gelijk ziet. Deze heeft dan ook weer iets minder blending nodig, omdat ik hem al een beetje uitsmeer met het aanbrengen. Ik doe ook altijd een beetje op mijn neus. Dat vind ik gewoon mooi. Zo, en dan doe ik een beetje rondom mijn lip. Een beetje op het cupido-boogje. Nou, en dan zit de contour erop. Het ging toch wel makkelijker dan gedacht. Het valt me niet tegen. Ja, de kleuren, je moet er eventjes aan wennen, omdat ze dus best wel intens zijn. Maar het valt niet tegen, moet ik zeggen. Dus ik vind het er wel heel mooi uitzien. Nou gaan we natuurlijk ook nog even de lipstick aanbrengen. En daarvoor ga ik eventjes de lipolie eraf halen, zodat ik de lipstick kan aanbrengen. Dus ik ga die er eventjes afhalen. Zo, ik heb de lipolie verwijderd. Hij voelt wel echt heel fijn aan. Maar nu ga ik dus de lipstick doen en ik ga voor de Little Secret. En dat is een beetje dat donkerdere kleurtje, dat is dus deze. Dus die ga ik nu aanbrengen. Deze ruiken ook al zo lekker. Het is gewoon echt een hele geurende collectie, ik hou daar wel van. Mooi! Heel mooi! Ja, je moet ervan houden. Ik vind dit zelf echt super mooi. Ja, ik vind hem er echt heel mooi op zitten. Ik ben er wel heel, heel enthousiast over, moet ik zeggen. Ja, ik ben wel fan. Ik vind hem heel erg mooi. Nou, mijn eindconclusie van deze collectie. Allereerst het serum. Heerlijke geur, voelt prettig aan op mijn gezicht. Ik voel echt wel dat hij verzorgt. Ook omdat ik de droge plekjes geen pijn voel. Dus dat vind ik echt... echt super, echt heel fijn. Het face en cheek paletten vind ik ook echt fantastisch.
Ik heb een tijd gehad dat ik dit soort producten, als het in een beetje romige vorm was, niet zo fijn vond. Maar inmiddels ben ik er wel enthousiast over, omdat ik nu gewoon zie dat je het gewoon goed kunt blenden. Er zit goede pigmentatie op, je kunt het goed blenden. Dus ja, dat vind ik wel echt een top. Ik weet niet hoe lang het blijft zitten, vooral omdat de temperaturen nu wat hoog zijn. Dus het kan zijn dat het nu wat eerder wegsmelt natuurlijk dan dat je een poeder gebruikt. Maar ik vind het wel een heel fijn palette. De lipolies, ja, vind ik ook heel fijn. Ik merk meteen dat mijn lippen verzorgd worden. Ik vind het ook echt heel erg leuk dat ze een lichte gloss achterlaten. Ook echt een licht kleurtje. Dat vind ik super leuk. Dus ook als je dagen hebt dat je lippen gewoon eigenlijk verzorging nodig hebben. Kun je dus verzorging en kleur in één krijgen. Dat vind ik echt fantastisch. Ja, en die lipsticks die vind ik ook echt fantastisch. Ze zien er mooi uit. Hij voelt fijn aan op de lippen. Hebben een heerlijke geur. Zijn mat, maar voelen niet droog aan. Dat vind ik wel heel fijn. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel super enthousiast over. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al producten van deze collectie hebt gekocht. Of dat het een collectie is die je zou willen overslaan. Of dat je naar aanleiding van deze video nog producten uit deze collectie zou willen kopen. Hij is nog tot midden juni verkrijgbaar. Dus ik ben daar wel benieuwd naar, dus laat het zeker even weten in de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!